is een zeer moeilijke proef, dus ik zal een klein beetje uitleg geven terwijl dat we kijken naar de proef. Dus je ziet dat de mevrouw een theelichtje aansteekt. Daarna pakt ze het bimetaal vast met een tang. Dus dit is het bimetaaltje. En gaat ze het laten verwarmen boven de vlam. Als je nu goed kijkt, zie je iets. Het metaal gaat eigenlijk naar beneden buigen. Je ziet dat wel, een beetje kromming. Maar nu gaat ze het omdraaien. Dus je kan er eigenlijk van uitgaan dat het bovenste stuk meer heeft uitgezet dan het onderste stuk. En dat het daardoor eigenlijk is beginnen krommen. Naar beneden. Maar als ze het omdraait, dan zet het onderste stuk meer uit dan het bovenste stuk. Dus gaat het metaal nog verder naar boven krullen. Zoals je ziet, voor en na. En dat komt eigenlijk omdat dit deeltje heel hard uitzet en dit deeltje minder hard uitzet. Dus als iets meer gerokken is onderaan en hier minder hard gerokken, of uitgezet eigenlijk, gaat dat eigenlijk naar boven krullen. Dat verandert dus niet als je het eerst zo houdt en daarna zo houdt. Dus het is niet waar de vlam komt, dat deeltje zet uit. Je zou eigenlijk verwachten dat dat voorbeeld naar boven gaat en dan naar boven. Nee, het is afhankelijk van welk soort metaal er het beste uitzet bij de temperatuur van deze vlam.